Wil de Hollandse man een extravagante onderbroek? Hoe het is om in een verkeerd decennium te leven? En in 6 weken van schoolbank naar catwalk. We zagen het zojuist. Gewaagde mannenlingerie is populair in Engeland. Maar hoe zit dat in Nederland? Plaza was de gast bij Krasnapolsky in Amsterdam en deed de extravagante onderbroekentest op 3 willekeurige Nederlandse mannen. De eerste willekeurige Nederlandse man heette Richard. Hallo, ik ben Richard en ik kom uit Rotterdam om jullie dit pakje te laten zien, onder andere. Het is een heel mooi pakje. Ik weet niet wat het materiaal is, maar het zal wel kunststof zijn. Het zit heel lekker. Het is heel strak, nauw aansluitend. En ik denk dat dat anno 1995 ook wel kan voor de man van deze tijd. Ik zelf prefereer een gewone linnen ordinaire slip, zeg maar. Dit zit allemaal net even iets te strak, maar voor een kinky feest of iets dergelijks is dat toch wel leuk. Dit vindt hij te twijfelachtig en dit vindt hij maar niks. Nou, een boxershort dat is dus niet mijn voorkeur om dat te dragen. En hier zit bovendien nog kant overheen. Ik denk niet dat je deze broek onder een broek moet dragen, maar gewoon als partybroek of zo ook alweer. Nadeel is denk ik dat als je hem wast, dat kant een beetje zo dit effect krijgt en die broek zo dat effect. Richard doet dus zelf de was. Ik weet het niet, er zit geen wasvoorschrift bij. Het zit overigens niet eens heel erg slecht. Maar, tja, het zal ook wel weer heel veel geld kosten en wat moet je ermee? Dit gaat wel. Ik heb nu een zogenaamde tanga aan, van heel fijn materiaal. Eigenlijk is deze broek nog het meeste de broek die benadert wat ik normaal aan ondergoed draag. Omdat die heel lekker zit, heel gebruikersvriendelijk, moet je dat zo zeggen. Dat de vrouwtjes het ook wel heel erg leuk vinden. De tweede Nederlandse man heet Marcel. Hi, ik ben Marcel de Groot. Ik ben popmuzikus van beroep. Een heel leuk beroep. Misschien ken je me van het programma Music Scene, wat een naburige zender ooit heeft uitgezonden. Nu zit ik hier voor jullie in bijna mijn blootje. Ik heb niets anders aan dan een boxershort. Kun je zien. Maar het is wel een hele hippe. Ik zal hem even goed laten zien. Belangrijk aan ondergoed vind ik dat het lekker zit. Eigenlijk heb ik dus niet zoveel met ondergoed. Het liefst heb ik helemaal geen ondergoed. Vandaar dus ook een boxer. Lekker ruim, lekker laten vallen, weet je wel, laten hangen. Dit is zo-zo. Nou, dit is dus een enig modelletje, moet je kijken. Ja, als een dame dit nou aan heeft, dan kan ik er nog wel wat bij verzinnen. Maar voor mezelf, ik had zoiets van, ik squash tegenwoordig. Hè, en dan zie je natuurlijk veel dames daar in strakke pakjes. En dan wil je natuurlijk een beetje bijhoren. Hè? Voor sociale contacten is dat goed. Maar het jeukt. Het zit vreselijk strak zoals je het ziet. Het is niet helemaal mijn stijl. Dit is het niet. Ik ga even iets anders uitzoeken. Als je het niet erg vindt. Dit is het helemaal niet. Ogenschijnlijk een doodnormale slip. Daar heb ik al niet zoveel mee. Maar dit wordt dus echt te gortig. Zie je wat ik bedoel? Te verdomde reetveter. Ik krijg dus echt de neiging om zo te gaan lopen de hele dag, weet je wel, met die touw tussen mijn bibsen. Nee, dit is voor mij helemaal niks. Ik doe hem uit en ik word er dus echt helemaal gek van. De derde willekeurig Nederlandse man is Manuela. Pardon. Mijn naam is Jacques Herp. Ik zal waarschijnlijk niet elke dag herkend worden, zoals ik er nu bij zit. Want ik ben vandaag letterlijk en figuurlijk in mijn onderbroek gezet. Maar dat is voor het programma. Proost aan de eerste. Nou, het belangrijkste aan mijn ondergoed vind ik gewoon dat het heel fijn zit. De stof en zo. Ik bedoel, een onderbroek die als karton aanvoelt, is ook niet prettig voor het gedeelte daartussen natuurlijk. Dit kan ermee doen. Dit vindt hij eigenlijk niks. Ja, nee, ik vind het geen echt ondergoed, weet je. Je zou hiermee op straat kunnen lopen, gewoon in hoogzomer. Midden in Rotterdam of Amsterdam. Niemand zou gek kijken. En je zou er zelfs mee kunnen gaan tennissen.
Dit vindt hij maar raar. Dit is een bodyshoot. Een wat? Dat ik zo goed kijken. En dan die pijpen zo. Eigenlijk doen we een beetje denken aan de oude tijd toen we allemaal gingen zwemmen. Ach ja, die goede oude tijd. Een zwempak. Maar dat is het niet. Ik heb wel begrepen dat het ook ondergoed is. Maar ik moet u vertellen dat ik dit zelf ook draag. 'S Nachts. Als nachthoed. Dag, Sjaak. Conclusie. De Nederlandse man is nog altijd van... Doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Yeah.